Hartelijk welkom mensen bij het tweede deel van zijn boodschap in de Openbaringen en dan van hoofdstuk 1. We gaan verder met Gods woord openen en kijken per vers in de Bijbel wat God ons te vertellen heeft in zijn onfeilbaar woord. En dan beginnen we dus gewoon vanaf vers 1. En dan leg ik u elke keer uit wat daar staat, wat God bedoeld heeft juist in die woorden. Laten we maar beginnen. Openbaringen 1 vers 1 natuurlijk. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. U ziet hier vetgedrukte woorden staan en niet vetgedrukte woorden. Overwegend worden de vetgedrukte woorden herhaald in de uitlegging. En dat zult u hier ook zien. Hier blijkt weer duidelijk dat het de openbaring van Jezus Christus is. U ziet hier de openbaring van Jezus Christus vetgedrukt en dit is hier ook gebruikt. De openbaring van Jezus Christus. En ook dat Jezus Christus de auteur is van het Bijbelboek Openbaringen, die God hem gegeven heeft. Want dat staat hier, die God hem gegeven heeft. Ook blijkt dat God zijn engel gezonden heeft en dat er bijzondere engelen bij betrokken zijn om zijn dienstknecht Johannes alles duidelijk te maken. Dit zien we ook bij Daniël, want Gabriël was ook bij Daniël aanwezig. Dat hebben we ook gelezen in Daniël. Er wordt verder duidelijk gesteld dat de tijd nog maar kort is in verband met haast geschieden moet. Dus u ziet al in dit ene vers dat heel veel vermeld. Dat het de openbaring van Jezus is, door God hem gegeven. Zijn engel heeft de Heer Jezus gezonden naar zijn dienstknecht Johannes. En dat de tijd nog maar kort is. Zo gaan we dus helemaal door openbaringen heen per stuk. We weten dat dit het eerste vers is, maar straks zien we bij bepaalde versen dat heel veel verdiepingslagen daarin gemaakt moeten worden. En dat bij één vers ook meerdere sheets horen. Dan gaan we nu naar vers 2. Welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus en al wat hij gezien heeft. Het woord betuigd of getuigenis kunnen we ook zeggen, komt veelvuldig voor en is voor ons van levensbelang. Omdat we een getuigenis van Jezus Christus moeten zijn. Alles draait om Jezus Christus, het lam. Het woord lam komt 29 keer voor in het boek Openbaring. Van de 31 keer in de gehele Bijbel. Dat is ook heel bijzonder. In de eerste drie hoofdstukken van het Bijbelboek Openbaring alleen al weer klinkt 137 keer Jezus zijn naam. Wat zien wij? Dat het woord lam en Jezus Christus heel veel in openbaringen voorkomt. En dat klopt ook, want het is het boek van onze geliefde Heer Jezus. En de Heer Jezus wijst ons mensen zich steeds weer naar hemzelf toe. Van let op, kijk naar mij, ik ben het licht der wereld. Ik ben het lam voor jullie geslacht. Ik ben de grote ik ben. Dat zijn dus hele belangrijke dingen wat we zo al uit één vers halen. Want er staat natuurlijk nog veel meer in. In Openbaringen 1 vers 3 staat, zalig is hij of zij die leest. En let weer op het sterretje. En zijn zij die horen de woorden deze profetie. En die bewaren of doen hetgeen in dezelfde geschreven is. Want de tijd is nabij. Nogmaals weer, de tijd is nabij. Nogmaals wordt op de spoedige wederkomst van Jezus Christus gewezen. Want de tijd is nabij. En ook heel bijzonder is, tot zevenmaal toe wordt deze zalig is hij verklaring in de openbaring genoemd. Bovenstaande is dus de eerste keer. Dus de eerste keer dat is zalig is hij genoemd wordt. Maar de tweede keer is in Openbaringen 14 vers 13. En er staat, en ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen.
Natuurlijk wordt dit vers straks weer uitgelegd, maar hier is de tweede keer dat zalig wordt genoemd. Het woordje zalig wordt gebruikt. De derde keer is, zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. De vierde keer is, en hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. En de vijfde keer staat in Openbaringen 20 vers 6, zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En in Openbaringen 22 vers 7 staat nogmaals, voor de zesde maal, zie, ik kom spoedig, zalig is hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. En dan de zevende keer, een bijzondere keer, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Hier ziet u ook weer een sterretje bij staan. Let op, met ster gemerkte teksten staat alleen juist in de Statenvertaling of in de King James Bijbel. Bijzonder, tot zevenmaal toe wijst onze geliefde Heer Jezus erop, zalig zijn zij die lezen, zalig zijn zij die waakt, zalig zijn zij die de geboden doen. Leest u ze allemaal nog maar eens een keer na, tot zevenmaal toe. En zevenheid is de volmaaktheid, weet u nog, ook voor ons mensen. Dus wij moeten doen wat God zegt. En in deze zalig sprekingen, zou je kunnen ze noemen, in Openbaring van onze geliefde Heer Jezus, vindt u dat ook weer terug. Dat was vers 3. We gaan nu verder met vers 4 van Openbaring 1. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Hier komt de goddelijkheid en de eeuwigheid van onze geliefde Heer Jezus Christus duidelijk in naar voren. Die is en die was en die komen zal. Dus Christus is en hij was er natuurlijk ook al voordat hij hier naar deze aarde kwam. Maar hij zal ook wederkomen. En dat wordt dat vijfmaal herhaald in het Bijbelboek Openbaring. Het getal 7 is hier het getal van perfectie, dat weten we, waarbij over 7 geesten gesproken wordt. 7 volmaaktheden en er wordt 1 heilige geest bedoeld. Dat moet je ook goed begrijpen. Dan zeggen heel veel mensen, ja 7, toch 7 gemeentes en 7 geesten. Het is altijd 1 gemeente in 7 fases, verteld, ook weer in de Bijbel, en ook 7 geesten. En dan zullen we ook weer zien wat daar bedoeld wordt met die 7 geesten. Want wat wordt er dan precies met deze 7 geesten bedoeld? U weet dat de Heer Jezus is gedoopt en toen kwam een geest ook over onze geliefde Heer Jezus Christus. En hiermee wordt de volheid en volmaaktheid van de 7 heilige geesten aangeduid. Dus van die ene heilige geest aangeduid. Jesaja profeteerde al dat Jezus Christus deze zou ontvangen, wanneer hij naar deze aarde zou komen. Dit gebeurde tijdens Jezus' doop. En er staat in Jesaja 11 vers 2, en op hem zal, dat is dus de eerste, de geest des Heren rusten, en de tweede, de geest der wijsheid, en de derde, des verstands, en de vierde, de geest des raads, de vijfde, en der sterkte, en de zesde, de geest der kennis, en de zevende, der vreze des Heren. Ziet u, 7 kerngebieden worden hier uitgelegd, zoals de wijsheid en verstand en raad en sterkte en kennis en vreze des Heren. Die 7-voudige geest zit in die ene geest. Dus niet 7 geesten, maar die volheid wordt hier mee aangeduid. Dan gaan we naar vers 5 en 6 van Openbaring 1. En van, ziet u weer, van Jezus Christus,
die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Ziet u weer, weer van Jezus en weer die getuige komt weer terug. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Let op, zijn bloed, niet gewoon bloed, zijn bloed, het goddelijke bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters God en zijn vader. En hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Alle dingen zijn mij van mijn vader overgegeven. Dus dat is de getuige. En niemand weet wie de zoon is dan de vader. En wie de vader is dan de zoon. En wie het de zoon zal willen openbaren. Lucas 10 vers 22. Dus we zien heel duidelijk dat die getuige, dat is onze geliefde Heere Jezus Christus. Staat hier ook met hoofdletter. Die is ook de overste der koningen der aarde. En hij heeft ons vrijgekocht met zijn bloed. Lieve mensen, zo belangrijk dat we goed begrijpen dat het onze geliefde Heer Jezus Christus is. Hij is die getuige die ook bij Johannes komt en ook getuigt voor ons. En dan gaan we naar vers 7. Ziet, hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Dus dat is die bevestiging. En let hier vooral op, ook degene die hem doorstoken hebben. Dus dit houdt heel duidelijk in dat diegenen die hem doorstoken hebben, die zullen hem zien. Wederkomen op de wolken des hemels. Want dat staat daar. Laten we dat eens uitleggen. Dus er moet een kleine vooropstanding zijn, vlak voordat Jezus op de wolken des hemels wederkomt. Want ook degenen die hem doorstoken hebben, moeten dan zijn opgewekt en worden opgewekt. En dat zal tussen de zesde en de zevende plaag plaatsvinden. Dat zullen we straks ook in een sheet zien. Maar er zal ook veel verdriet zijn bij degenen die Jezus niet aanvaard hebben als hun verlosser en zaligmaker. En dat houdt dus in een ontoereikend karakter hebben, want daar gaat het om. Dit schriftgedeelte wordt ook nog eens nadrukkelijk bevestigd met ja, amen. Ja, amen, het is waar. Amen betekent het is waar. Dus we weten gewoon zeker dat een kleine vooropstanding moet zijn. En het zijn maar kleine woordjes vaak die in de Bijbel staan, maar dat zijn wel heel belangrijke woorden. En het bijzondere is natuurlijk dat u dat ook weer in de geest der profetie terugvindt. Als u de boeken van Ellen G. White leest, en in het bijzonder de eerste geschriften, vindt u daar ook een aantal bladzijden over vernoemd. Bijzonder. En dan gaan we nu eens kijken hoe zal dit zich afspelen in juist die eindtijd. Ik heb u in de 19e presentatie van zijn boodschap in de profetie dat alles aangegeven, dat er meer uitleg over een bepaalde sheet zal gebeuren. En dat gaan we nu eens wat verdiepen. U zult deze sheet ook vaker tegenkomen, juist in deze serie van presentaties van zijn boodschap in de openbaring. De laatste gebeurtenissen op aarde, de Jacobsbenauwdheid, want daar hebben we het dan over. En daar hebben we een lijn onder uitgezet. U kunt deze presentatie en deze sheet ook downloaden van het internet. U ziet hier staan de 1260 jaren, 1798, de dodelijke wond, ziet u hier staan. En laten we daar eens mee beginnen. Het eerste. Het onderzoekend oordeel is gestart in 1844. Toen is de Heere Jezus naar het Heilige der Heiligen gegaan. Daar komen we straks nog op terug. Einde van de 2300 jaren. En dan hebben we de tijd van het einde, de drie engelenboodschap. Daar bevinden we ons nu in. En die loopt dus vanaf de drie engelenboodschap tot aan die duizend jaren millennium. Waarin staat alle kooplieden en machthebbers niet meer gevonden. Die zijn daar niet meer gevonden. En we bevinden ons dus in deze tijd. En wat zien we dan? Punt 2, de nationale zondagswet. Wanneer die komt, weten we niet. Maar dat die komt, dat mag duidelijk zijn. En dan hebben we de vroege regen gehad. De dodelijke wond genezen. Dus in die periode is die dodelijke wond weer genezen.
En dan spreken we over het pausdom, die krijgt weer macht. Dan zien we dat de zondagswet wordt afgekondigd en die komt natuurlijk in een bepaalde volgorde, bepaalde kracht wordt die op deze wereld gelegd. Verplicht gesteld, kunnen we stellen. En dan komt ook de verzegeling van de 144.000. Die komen uit de Philadelphia gemeente, maar in principe natuurlijk letterlijk uit die Laodicea gemeente vandaan. En dat noemen we ook wel de tijd van de Jacobsbenauwdheid. Een totale tijd van de Jacobsbenauwdheid gaat dan in. En dan komt ook de late regen. Jacobus wordt dat vermeld en Joël wordt dat vermeld. Daar kom ik straks nog op terug in de verdere presentaties. Dat is dus die late luide roep. Wat krijgen we dan? Satan komt ook als een engel des lichts. Onthoudt u dat, lieve mensen, maar het is een strijd tussen Satan en onze geliefde Heer Jezus Christus. En dan komt ook die verdrukking, zoals ik al zei, eerste stap, tweede stap, derde stap en dan een vierde stap. Kunnen we indelen. Een bijzondere verdrukking voor Gods volk, voor Sion. En dat noemen we dan ook de kleine Jacobsbenauwdheid. Gaat uit van haar, mijn volk. Dat is dus het moment dat de luide roep zal plaatsvinden door de zevendaagse Adventisten. De 144.000 over de hele wereld. Die de hele wereld gaan vertellen dat die zondagswet uitgevaardigd wordt en dat Gods geboden ontheiligd zijn door de zondag te houden. En wat zien we dan? Punt 3. Daar komt het moment van de sluiting van de genadetijd. Daar zal ook het laatste overblijfsel staan. Op dit punt. U ziet dan is die verdrukking al gestegen tot het tweede punt. En dan zitten we op het derde punt van de verdrukking. En dan sluit de genadedeur. Dan kan niemand meer gered worden. Dan is het evangelisatiewerk, zou je kunnen stellen, op deze aarde gebeurd. En dat noemen we de grote Jacobsbenauwdheid. Staat hieronder. Dat is deze periode. En dat is ook de periode van de zeven plagen. Heel in het bijzonder, want dan gaat de Heer Jezus ook uit het heilige, der heilige deel weg. En dan komt de rook in de tempel en dan worden de plagen uitgestort. Dan krijgen we de eerste plaag, gaan we nu eerst niet op in, want dat behandelen we straks allemaal in Openbaring 16. Tweede plaag, daar is ook een video van. En in het bijzonder ook weer de derde plaag. Maar wat is er bijzonder bij? De tweede plaag, daar wordt een doodsdecreet uitgevaardigd. Let op, nog niet bekrachtigd, maar uitgevaardigd. Voor wie? Voor diegenen die niet de zondag houden, maar de Sabbatdag. Let op, die niet de zondag houden, maar de Sabbatdag. Die moeten van deze aardbodem verdwijnen. En dan doet Christus ook het kleed der wraak aan op het einde van de plagen. En dat is, komt de vierde plaag nog, de vijfde plaag. Dan komt ook dat moment van de bekrachting van het doodsdecreet. Dus dan staat het vrij om Gods kinderen die de Sabbat houden te doden. En dan komt dat bijzondere moment van die kleine vooropstanding. Tussen de zesde en de zevende plaag in. Want wat gebeurt er dan vlak voor, of tussen die zesde en zevende plaag in, komt onze geliefde Heer Jezus op de wolken des hemels terug. En die gaat ons ophalen. Dat is de wederkomst van onze geliefde Heer Jezus. Tot zover eerst deze plaat. Dan zult u zeggen, ja, het is me nog lang niet allemaal duidelijk. En dat klopt, dat kan ook niet. Dat nu allemaal al duidelijk is. Maar ik zal u door het onderzoeken van Gods woord, en in het bijzonder natuurlijk de openbaring, maar ook de profetieën, zult u hier steeds beter in thuis raken. En dat is wat we graag willen. Thuis raken in Gods onfeilbaar woord en in het bijzonder in het boek Openbaring. En we zitten nog maar in Openbaring 1, zoals we weten. Dus we gaan weer verder. En we komen nu op Openbaringen 1, vers 8. En daar staat: Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ziet u? God is de schepper van hemel en aarde. Jezus Christus is de schepper, is de Godheid van hemel
en aarde. Lieve mensen, want hij is de Alfa en de Omega. En ook de auteur van het boek Openbaring. Natuurlijk van de hele Bijbel, maar in het bijzonder Openbaringen is door de Heer Jezus geschreven. Want in hoofdstuk 1 van Openbaring bewijst de Bijbel zelf, let op, de Bijbel zelf, dat Jezus Christus de grote Ik Ben is. De Alfa en de Omega. Hij is God. Hij is de enige weg om gered te kunnen worden. Daar kunnen we toch amen op zeggen met z'n allen. Deze wereld wil dat er niet één exclusief wordt genoemd. Maar Jezus Christus is en blijft exclusief, lieve mensen. Dat is bekend. En juist hier hebben veel geloofsgemeenschappen momenteel moeite mee. De goddelijkheid van Jezus Christus te aanvaarden als de almachtige schepper van hemel en aarde. Die is en die was en die komen zal. Daar is momenteel veel om te doen. Die goddelijkheid van onze geliefde Heer Jezus Christus. Die exclusiviteit. Want er is maar één die God is. En Jezus Christus was bij de Vader. Hij was God. Hij is God. En hij is naar deze aarde toegekomen als Godheid. Ja, dat kunnen mensen niet verstaan. Dat vinden ze zo'n groot mysterie. Dat klopt ook. Dat is ook een mysterie. Maar dat is geloven in onze geliefde Heer Jezus Christus. Als u dat niet gelooft, dan hebt u al een probleem. Want hier staat toch heel duidelijk, ik ben de Alfa en de Omega. Die is en die was en die komen zal. Dat moet u geloven. Gelooft u dat niet, dan hebt u een probleem. Dan kan Gods Heilige Geest ook nooit door u werken dat u Gods woord kunt verstaan. En we willen dat ook eens bewijzen uit de Bijbel. Hoe bewijst de Bijbel dan de goddelijkheid en de exclusiviteit van Jezus Christus? In een Epenados. En een Epenados vertelt ons wie de auteur is van de Bijbel. Juist in hoofdstuk 1. Let weer op die NBG-vertaling. Een Epenados is als een chiasma, maar nu niet in gebeurtenissen, maar in teksten uit de Bijbel. U ziet, hier hebben we weer die Epenados, nu op zijn kant, 90 graden gedraaid. En er staat Epenados. En als wij pakken Jesaja 55 vers 4 en Openbaring 1 vers 5, dan lezen wij over de getuigen. En als we daar weer tegenovergesteld Jesaja 49 vers 2 en Openbaring 1 vers 16 pakken, dan wordt er weer gesproken over een scherp zwaard. Dus het Oude Testament en het Nieuwe Testament komen hier telkens bij elkaar. Hier weer het Oude Testament, Daniël 7 vers 13 en Openbaringen 1 vers 7, Nieuwe Testament, komen er op de wolken. En wat zien we dan weer daaronder? Daniël 7 vers 9, 13 en 22 en Openbaringen 1 vers 13 tot 15, de priester, de hoge priester, onze Heer. En in Zachariah zien we 12 vers 10 en Openbaringen 1 vers 7, hem doorstoken hebben. En in Zachariah 4 vers 2, Openbaring 1 vers 12, hebben we weer die kandelaar. En precies in het midden, Jesaja 41 vers 4 en 44 vers 6, maar ook in Openbaring 1 vers 8 en in Openbaring 21 vers 6, ik ben de Alfa en Omega. Maar het bijzondere is dat ook weer in Jesaja 41 vers 4 en in Jesaja 44 vers 6, en in Openbaringen 1 vers 11 en Openbaringen 22 vers 13 ook weer staat, ik ben de Alfa en de Omega. Dit houdt in dat onze geliefde Heer Jezus Christus in die Epenados zegt dat hij de auteur is van de Bijbel. En u ziet daar het sterretje weer staan, die is er weer uitgehaald bij de NBG-vertaling. En dat is niet voor niets, want als ze die eruit halen, dan zou Jezus Christus niet de auteur zijn van de Openbaring. En dat is hij wel. Dat hebt u gezien. We hebben gelukkig nog steeds de Statenvertaling Bijbel of de King James versie. En die zijn perfecte Bijbels. Die kunt u gewoon erbij nemen en dan weet je ook zeker dat u het juiste woord altijd leest. We gaan verder met Openbaring 1 vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, ziet u, hij is een broeder van ons, een medegenoot in de verdrukking
En in het koninkrijk en in de leidzaamheid, kijk, dan komt het woordje weer, van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Weer dat woordje getuigenis, ziet u het? Hier vertelt Johannes precies waarom wij, om Christus Jezus wil, worden vervolgd. En dat is, u weet het nog van Jeremia in de put, in de verdrukking. Ook Johannes, ziet u hier, op Patmos, was in die verdrukking. En wij komen ook in die verdrukking. Gods woord is daar heel duidelijk in. En ook bijzonder, in het koninkrijk. Ziet u dat? In het koninkrijk, want hij was heel dicht bij dat koninkrijk betrokken. En wij ook. En in de leidzaamheid van Jezus Christus. Ziet u weer dat woordje van? Let op, want in de NBG wordt heel vaak ingebruikt. Om het woord Gods, dat hebben we inderdaad nodig. En om de getuigenis van Jezus Christus. Dus de getuigenis en de leidzaamheid van Jezus Christus. Als we dus de waarheid willen uitdragen en hanteren, gaat het om de bovenstaande punten. Dus verdrukking krijgen we, we mogen in het koninkrijk zijn, leidzaamheid moeten we hebben van Jezus. Het woord Gods is zo enorm belangrijk, getuigenis van Jezus Christus hebben we ook nodig. Als u dat ziet, dan zegt de Heer Jezus nu al tegen u en mij waar wij op moeten letten. Al in Openbaring 1 vers 9, direct al aan het begin, let op, u krijgt verdrukking. U mag ook deelgenoot zijn van het koninkrijk. De leidzaamheid is belangrijk, die achter mij aan blijven lopen. En het getuigenis van hem zijn. En natuurlijk het woord van God. Het allerbelangrijkste. Daar leven wij mee. Daar moeten wij uitleven. En dat is ook onze bron waar wij alle kennis uithalen. En ook verrijkt worden. Ook in karaktervorming. Want karaktervorming blijft nog altijd het allerbelangrijkste. Het paspoort voor de hemel, zoals u weet. We gaan naar vers 10 van Openbaring 1. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem. Als van een bazuin. Ziet u dat? Op de dag des Heren. Wat staat er in Jesaja over deze dag des Heren? We willen even heel duidelijk zeggen waar we het hier over hebben. In Jesaja 58 vers 13 vers 14. Indien gij uw voet van de Sabbat afkeert, van, ziet u het, van te doen uw lust op mijn heilige dag. En indien gij de Sabbat noemt een verlustiging, opdat de Heere geheiligd worden, die te eren is. En indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, nog een woord daarvan spreekt, let op, dat gaat nog verder, nog een woord daarvan spreekt, dan zult gij u verlustigen in de Heere. En ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde. En ik zal u spijzigen met de erven van uw vader Jacob. Want de mond des Heeren heeft het gesproken. Prijs de Heer. Zo is dan de Zoon des Mensen een Heere, ook van de Sabbat. Wie is de Heer van de Sabbat? Dat is onze geliefde Heer Jezus Christus. En hoe moeten wij ons gedragen op de Sabbat? Moeten wij een verlustiging noemen. Een verlustiging. Dan gaan we Gods woord onderzoeken. En dan hebben we het niet meer over die dagelijkse dingen die achter ons zijn. Die geweest zijn. We hebben het over onze geliefde Heer Jezus Christus. En vergeet u dan alles. En zorgt u ook dat u de zaken goed gemaakt hebt tussen mensen. Voor de Sabbat. Als u lelijke dingen hebt gezegd tegen mensen, moet u dat weer terugtrekken. Juist voor de Sabbat. Dat wil God graag. Want wij moeten gereinigd, geheiligd die Sabbat in. En ook door de week ook zo blijven natuurlijk. Want dat is de bedoeling ervan. We gaan naar vers 11 van de Openbaring 1. Zeggende, ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. Weet u het nog? Let op de vertalingen. Uitgegeven na het jaar 1900. Dus voor het jaar 1900 waren overwegende vertalingen zeer goed, maar na 1900 komen de problemen. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatire en naar Sardis
en naar Philadelphia en naar Laodicea. U ziet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gemeenten. Dat wisten we. En we zien ook in het bijzonder bij die ster, hier wordt die Epenados bevestigd. Hebben we dus heel erg nodig, dat vers 11. Complete versie in de Statenvertaling. Met de zeven gemeenten wordt de tijdspanne bedoeld vanaf de steniging van Stefanus tot aan de wederkomst van Christus op de wolken des hemels. Gods gemeente als één geheel. En dat heb ik erbij gezet, want let op, heel veel mensen denken van ja, dat was toen maar in die tijd, dat geldt nu niet meer. Nee, het is Gods gemeente in het geheel. Dus als we over Efeze spreken, Pergamus, dan hebben die vermaningen ook nog betrekking op ons. Wij moeten ook daarnaar luisteren nog. En heel veel mensen zeggen, ja, maar als we nu Laodicea zijn, dan is er geen Philadelphia gemeente meer. Of Thyatira, of Sardis. Die Sardis gemeente is er nog. Want wat is de Sardis gemeente? Dat zijn de hervormden, de gereformeerden, en gaat u zomaar door. En Laodicea gemeente is de laatste gemeente die Gods woord volledig verstaat. En dus ook uitdraagt en ook daarna leeft. Want dat moet er altijd wel weer bijgezegd worden. Woorden horen en verstaan, maar erna doen is iets heel anders. Dus wat zien we? Die gemeentes zijn er nu nog, ook in gebruiksvormen. We hebben nog steeds een gereformeerde kerk en gereformeerde gemeentes. Prima gemeentes overigens, laten we dat even goed vooropstellen. Alleen ze hebben nog niet de volle waarde, dat kunnen we ook stellen. En daar heeft God Gods kinderen voor geroepen. En dat is om Gods kinderen ook in die andere gemeentes te roepen. Ook in Thyatira, ook in Sardis, ook in Philadelphia. En gaat u zo maar door. Dus weet dat, lieve mensen, Gods kinderen zitten in alle kerken. Bijzonder om dat te onthouden. En dan gaan we eens verder met juist die namen van die plaatsnamen. Wat houdt het allemaal in? Wat betekenen deze plaatsnamen? U ziet hier al een tekeningetje, de postenroute toen in Azië. En wat houdt dat precies in? Elke naam heeft een specifieke betekenis. U ziet hier de route, de postenroute die ze gingen. En al die namen hadden ook specifieke betekenissen. Die stadjes hadden iets gemeen met Gods woord. En dat willen we eens onderzoeken. Dus elke omstandigheid van deze plaats geeft een specifiek gedrag weer van het geloofsleven van de zeven gemeenten tot nu toe. Als we dat eens vasthouden, deze zeven gemeenten in Azië. Wat is daar nu zo bijzonder aan? Dat zullen we straks ook uitleggen in Openbaringen 2. Maar God heeft die postroute plus die namen van die steden gepakt en dit beschreven in Gods woord. Want al die stadjes hadden ook bijzonderheden. Die gaan we straks allemaal uitleggen. En die komen ook weer overeen met de bijzonderheden van Gods gemeente. Door de tijd heen tot nu aan toe. Dus vanaf de kruising tot en met de tijd waarin we nu leven, 2008, 2009, nagelang, als u de presentatie ziet. En dat is heel bijzonder. Dat God een stukje van deze aarde pakt en zijn profetieën gewoon naschrijft. Heel erg bijzonder. Vooral als we straks ook dat gaan onderzoeken. Openbaringen 1 vers 12 en 13. Wat staat daar? En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren, één den zoon des mensen. U ziet dat hier misschien een beetje, misschien niet helemaal helder, maar hier staat Jezus Christus tussen die zeven kandelaren. Gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borst met een gouden gordel. Dat ziet u ook, dat lange kleed is de Heer Jezus in gekleed en hier de gouden gordel. Bijzonder. Wat is daar zo bijzonder aan? Hier wordt heel duidelijk dat Jezus zich bevindt in het heilige deel van het hemelse heiligdom. Dus niet, let op, dus niet in het heilige der heiligen. Want Johannes sprak, zag ik zeven gouden kandelaren en in het midden van de zeven kandelaren den
zoon des mensen. Dus we zien heel duidelijk, lieve mensen, dat Jezus Christus in het heilige deel is. Dit komt ook overeen met de zeven gemeenten welke de zeven gouden kandelaren voorstellen. Houdt u daar rekening mee. Dit is een belangrijk gegeven, juist in Openbaring 1 vers 12 en ook 13, dat Jezus zich op dat moment van die gemeenten bevindt in het heilige deel. Het volgende vers, 14 en 15, daar staat, en zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. Openbaring 1, vers 14 en 15. Wat houdt dat nu in? Nu zullen een heleboel mensen zeggen, ja, maar een vlam vuurs en witte haren, en ziet de Heer Jezus er dan zo vreemd uit in de hemel? Dat heeft een heel andere betekenis, want we moeten weer die symbolen gaan verstaan. Dat begrijpt u natuurlijk. En laten we eens kijken wat dat precies inhoudt. De goddelijke heerlijkheid van Jezus Christus wordt hier in weer in die zevenvoudig uitgedrukt en beschreven. De eerste, zijn hoofd en haren, waren wit. Dat is die goddelijke wijsheid. Dat houdt dat in. Zijn ogen als een vuurvlam. De alles doordringende ogen van onze geliefde Heer Jezus. Zijn voeten waren gelijk koperbrons. Onwankelbare rots. Zijn stem als een geluid van vele wateren. Dat is dus de macht van onze geliefde God en Vader in Jezus Christus. Hij had zeven sterren in zijn hand. Dat zijn dus zijn dienstknechten, dus engelen of ook boden genoemd. Uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Dat is het oordelende en verlossende scherpe woord van God. Zijn aanzien was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. Dus is de verblindende glans van de eeuwige gerechtigheid zelf. Prachtig mooi. Zo heeft de Heer Jezus zich uitgebeeld naar Johannes toe. Van kijk, dit ben ik. Ik ben de goddelijke wijsheid. Ik heb doordringende ogen. Onwankelbare rots ben ik. Macht van God heb ik. Zijn dienstknechten heeft hij in de hand, als sterren. Het oordeel is verlossend, en als een scherp zwaard, maar ook oordelend. Een verblindende glans van eeuwige gerechtigheid. Zo laat Jezus Christus ons zien wie hij is. Prachtig mooi. Zo moeten wij ook de openbaring leren verstaan en leren lezen. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnend in haar kracht. Hier blijkt heel duidelijk dat we de symbooltaal van de Bijbel ons goed eigen moeten maken. Zie www.zijnboodschap.nl bij Bijbelstudie informatie. Kunt u het zo klikken, kunt u uitprinten thuis. Dat het fenomenaal was wat Johannes zag, mag ook duidelijk zijn. Sterren, engelen of dienstknechten of boden. Tweesnijdend scherp zwaard, het scherpe woord van God, zowel verlossend als veroordelend. Gelijk de zon schijnt in haar kracht, is Jezus Christus de zon der gerechtigheid. Wat weer betekent gerechtigheid door geloof. Prachtig mooi, als de Heer Jezus in die paar verzen zich zo mooi heeft uitgedrukt, waar wij van houden van onze geliefde Heer Jezus Christus en wat wij heel veel van kunnen leren. We gaan eens kijken naar het volgende vers. Vers 17 plus 18a. Ziet u, hier begin ik al een beetje op te delen in letters 18a, 18b volgt dan weer. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leeft. En ik ben dood geweest. Dat klopt. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ook bij Daniel en Ezechiël was dezelfde soort reactie van nietigheid en vrees om voor de almachtige schepper te kunnen staan en te knielen. U kunt zich er misschien
iets van voorstellen wat u nu hebt gelezen. Maar ook Daniel en Ezekiel en Johannes, die waren verbaasd naar alles wat ze op dat moment in dat visioen zagen. En die knielden ook neer dat ze zeiden, oh wat is dit oneindig groot en heilig. Onze heilige God staat voor ons. En dat is bijzonder. Als we dat ook gaan verstaan, dat God zo machtig is, dat wij in zijn aanschijn als sommige mensen niet eens meer kunnen verblijven, niet meer kunnen bestaan. En juist in de tijd van het einde komt dat ook heel nadrukkelijk naar voren toe. Hier blijkt ook weer dat Christus de Alfa en de Omega is. Die onsterfelijkheid bezit. De onsterfelijke is. En levend is in alle eeuwigheid. Met God, de Vader en de Heilige Geest. Advies, leest u 1 Timotheüs 6 vers 15 en 16 nog eens door. Daar leest u ook dat alleen God onsterfelijkheid bezit. Wij mensen worden ook onsterfelijk. Maar wij moeten dan wel naar die boom des levens. Dat heb ik al eens eerder uitgelegd. Prachtig mooi. Wij moeten God vrezen. Wij moeten die liefde van onze geliefde Heer Jezus Christus in ons hart dragen. Ja, en dan begrijpen we ook dat er maar één echt eeuwig leven heeft. Dat is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dan krijgen we nu de versen 18b en vers 20. En ik heb de sleutels der hel, daar komt het woordje hel weer terug, en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal, na deze, de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren, de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. Dat is dus duidelijk, zegt de Heer Jezus zelf. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. Ook hier betekent het woord hel, graf, graf, dood. Alleen de Heer Jezus heeft de sleutel van die hel, van het graf, van de doden. Voor elke generatie heeft het boek Openbaring zich uitgesproken. Gezien hebt, hetgeen is, hetgeen geschieden zal na deze. Dat is dus bijzonder. We krijgen dus wat er gebeurd is, hetgeen wat er nu is, maar ook wat er komen zal. Staat dus in het boek Openbaring. Bij elke gemeente, dus generatie zouden we kunnen stellen, heeft God een begeleidende engel gehad, welke onder persoonlijk toezicht van Jezus Christus stond en nog steeds staat. U zult straks ook dat ook zien, dat de Heer Jezus heel veel met zijn engelen doet. Die zendt hij naar deze aarde toe om u en mij, en ook in dit geval Johannes, iets mede te delen. En natuurlijk vooral ons, want wij leven nu in die tijd en ook in de tijd van het einde. Hetgeen geschieden zal na deze, ziet u? Dat staat juist in Openbaring. En natuurlijk ook wel verwoord deels weer in de profeten. In het Oude Testament. En ook Paulus heeft het daar ook over. Laten we eens kijken. De zeven gemeenten uit de christelijke geschiedenis. De toestand van Gods gemeente in deze wereld. Dus dat gaat vanaf de kruisiging tot aan de wederkomst aan toe. Nou, wij weten, daar is een hele hoop gebeurd. Er zijn apostelen geweest, die hebben juist in Efeze gehandeld. En we hebben de donkere middeleeuwen gehad. En we hebben gezien dat er eerst afval kwam, 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. En ook de wederoprichting, alle dingen. Maar daar gaan we nu heel specifiek over spreken. Over die tijd. Want dat staat ook heel nadrukkelijk in Openbaringen allemaal vermeld. Maar we hebben nog een bijzondere plaat, dat weet u ook. Die kunt u allemaal weer downloaden van het internet af, want de lettertjes zijn hier wat klein en dan kunt u het beter lezen. En dat is, alle grote wereldrijken werden door de profeet Daniel voorgesteld door roofdieren, die uit de zee opkwamen, met in het bijzonder de kleine hoorn. En hoe komt de nieuwe wereldmacht tot stand? Dat komen we in deze tijd. Dat is vlak voor de wederkomst van onze geliefde Heer Jezus Christus. De start van de eerste vier wereldmachten, die weten we. Dat was Babylon en dat gaat naar die nieuwe wereldmacht. Want wat is die nieuwe wereldmacht, de nieuwe wereldorde die straks komen gaat? We hebben Babylon, daar hadden we
beschreven in Daniel 2, Daniel 7. En we hebben Medo-Persië, die is beschreven in ook weer Daniel 2 en 7 en 8. En dan hebben we Griekenland, hebben we allemaal gehad. En dan hebben we heidens Rome, hebben we allemaal besproken. En dan komen we op een bepaald moment ook weer bij die ram en bij die geit uit. Dat is hier onderin, zoals je weet, dat satanische gedeelte. En dan komen we ook weer bij die kleine hoorn uit. En die kleine hoorn, die is weer uitgelegd in dat pausdom. En dan zien we weer Openbaring 13, vers 1 komt dan terug. Dan hebben we het weer over die voeten van dat beeld natuurlijk, in de tijd waar we nu leven. Hebben we allemaal besproken in zijn boodschap in de profetie. En dan komt ook Openbaring 13 daar weer terug, vanaf vers 11. En dan krijgen we ook weer Openbaringen 17. En wat krijgen we dan? De nieuwe wereldmacht. En die is, nou daar zullen we straks heel veel over hebben, die nieuwe wereldorde. En die loopt vanaf de kruising van Christus tot de wederkomst van Christus. Daar hebben we het nu over. En dat is dus ook heel in het bijzonder in Openbaringen allemaal vermeld. Die tijd vanaf kruising of steniging van Stefanus, mag je ook zeggen, tot aan de wederkomst van Christus. En dan krijgen we nog een bepaalde tijd van die nieuwe wereldorde. Die hebben we nog niet, of misschien al wel. En dan zijn we heel dicht bij de wederkomst van Christus. Maar zoals ik u al zei, er is iets gebeurd. Christus is naar het heiligdom gegaan en die is verplaatst na die 2300 avonden en morgens. En dat willen we nu eens gaan onderzoeken. Waar is Jezus naartoe gegaan na zijn kruisiging en hemelvaart? Hier hebben we het heilige getekend en hier is het heilige der heiligen. Naar het heilige deel van de tempel in de hemel. Daar is dus de Heer Jezus na zijn hemelvaart naartoe gegaan. Want na de 2300 avonden en morgens van Daniel 8 vers 14 ging Christus naar het heilige der heiligen deel. Van het hemelse heiligdom. Hier staat hij nog tussen de kandelaren in. En hier staat onze geliefde Heer Jezus voor de ark. En als u weer even teruggaat naar de hoofdstukindeling, dan begrijpt u ook dat een bepaald gedeelte in het heilige is geschreven. Openbaringen deel is geschreven. En een bepaald gedeelte in openbaring is geschreven vanuit het heilige der heilige deel. Dus ook weer in openbaring, een verschil tussen heilige en heilige der heiligen. En we leven nu in de tijd van het heilige der heiligen. Dus al met al is het heiligdom heel belangrijk. En hoe belangrijk is het heiligdom? Enorm. U ziet hier nogmaals dat filmpje weer. Daar ziet u die toonbroden, het reukofferaltaar. U ziet die kandelaar. En u ziet daar de ark met de 10 geboden daarin. En in deze periode bevinden we ons nu. Houdt u dat heel goed in de gaten, dat daar een periode vanaf de steniging, vanaf Stefanus tot aan heden toe, is allemaal beschreven in Gods onfeilbaar woord in Openbaring. En dat zult u ook zien als we met de teksten, met de hoofdstukken bezig zijn. Ja, en dan willen we nogmaals die overview van die 2300 avonden en morgens nogmaals bekijken. Laten we eens kijken. De Bijbelse onderbouwing wordt ook weer in andere presentaties uiteengezet. U weet, we hadden onze geliefde broeder Johannes, 96 na Christus. Dat is ongeveer hier gebeurd in deze tijd. En dat het aardse heiligdom met handen gemaakt alles te maken heeft, ook weer met het hemelse heiligdom. Onze geliefde Heer Jezus is gedoopt, 27 na Christus en is gekruisigd 31 na Christus. En wat zien we? 3,5 jaar is de Heer Jezus werkzaam geweest. Dat weten we nog, ook uit vorige presentaties. Jezus ging naar het heilige deel van de tempel in de hemel. En in het jaar 31 na Christus, zie heiligdomsleer, is hij opgevaren ten hemel in de wolken. En zo zal hij ook wederkomen. En dan zien we dus wel weer vanaf 34 na Christus, vanaf de steniging, die 7 gemeenten. En toen is de Heer Jezus naar het heilige deel in het heiligdom gegaan. U ziet hier
het aardse heiligdom en de Heer Jezus is naar het hemelse heiligdom gegaan. Christus' hoge priesterlijk werk was in het heilige en daarna in 1844 in het heilige der heiligen. Dus wat zien we? Onze Heer Jezus is nu niet meer in het heilige, maar in het heilige der heiligen. Zo belangrijk, omdat het ook met inzicht in Openbaringen heel veel te maken heeft. En vooral Openbaringen 14. En dan gaan we weer eens terug. Die visioenen. Het zijn heel veel visioenen geweest. Ook bij Daniel. En ook bij onze geliefde broeder Johannes de apostel. En wat speelt zich allemaal af tijdens die visioenen? Wat was er zo bijzonder aan het visioen van Daniel voor Openbaring? In Daniel 8, vers 16, B en 17 staat: Gabriel, geef deze het gezicht te verstaan. En hij kwam nevens waar ik stond. En als hij kwam, verschrikte ik. En viel op mijn aangezicht. Toen zeide hij tot mij: Versta, gij mensenkind. Want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Dus in de tijd waar we leven. Zo belangrijk is dus ook Daniel. En nogmaals in Daniel staat: Terwijl ik nog sprak, in het gebed, zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snel gevlogen, mij aanrakende, omtrent de tijd van het avondoffer. Daniel, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. Heel bijzonder is deze schriftgedeelte, want eerst begreep Daniel niet alles. En juist in Daniel 9 kreeg Daniel heel veel te verstaan. En er zijn presentaties juist ook over Daniel, die worden ook nog gemaakt. Krijgt u nog veel mee te horen. Maar het bijzondere daarvan is, die visioenen zijn zo belangrijk voor ons mensen. En van Daniel en van Openbaring voor de tijd van het einde. Want daar leren wij enorm veel van. En de schrik was ook weer hier voor Daniel enorm, dat begrijpt u. U zag hem daar ook gebukt bij de engel staan, maar u weet, wij mogen voor niemand knielen, alleen maar voor onze God de Vader. Maar er is iets bijzonders in dat gedeelte van Daniel. Want daar staat iets bijzonders in. En juist voor, waarvoor? Voor de orthodoxe Joden. Als wij Daniel gaan lezen, lieve mensen, dan is daar iets bijzonders bij. Laten we eens lezen. Wat vinden de orthodoxe Joden ervan dat de komst van de Messias in Daniel staat vermeld? Daar schrik je van. Wat die daarvan vinden. Dan zegt hij, dat is toch mooi. Als Daniel erover gesproken heeft. En juist in Daniel 9 dat de Messias komt. Maar u moet goed begrijpen dat de orthodoxe Joden alleen het Oude Testament maar aanhouden. En het Nieuwe Testament niet willen horen. Dat moet u wel even in uw gedachten meenemen. Wat hebben de orthodoxe Joden over één bepaald gedeelte van Daniel uitgesproken? Dat staat in het Talmudic Law, page 978, sectie 2, line 28. Mag u nazoeken. Dit hebben we natuurlijk vertaald. Mogen de botten van de handen en de botten van de vingers vergaan en ontbinden van diegene welke de pagina's van het boek van Daniel opent. Om het tijdperk, let op, dat tijdperk welke beschreven is in Daniel 9 vers 24 tot 27, uit te zoeken en mogen zijn gedachten voor eeuwig vergaan van de oppervlakte van de aarde. Dat is toch wat. Dat men zo'n vloek over mensen uit durft te spreken. Terwijl we net hebben gelezen dat Gabriel de dingen heeft laten verstaan. Juist in Openbaring 9. En in het bijzonder 9 vers 24 tot 27. Lieve mensen, belangrijke hoofdstukken. En waarom? Waarom mogen die orthodoxen, de Joden en nu nog, willen mensen dit niet aannemen? Er zijn zelfs ook nog foutjes ingemaakt door de vertalers. Let op. Waarom hebben de Israëlieten een vloek op maar één deel van de profetieën van Daniel gelegd? Op maar één deel. Hier stond precies wanneer de Messias zou komen. Hier stond precies wat de Messias zou gaan doen, lieve mensen. Hier stond ook dat er maar één
Messias kon zijn in de geschiedenis. En als dit waar was, moest de Joodse religie in een christelijke religie worden veranderd. Dat moet. Dat kan niet anders. Maar ja, dat snapt u, dat is niet gebeurd. En wanneer deze stelling door de Joden werd aangenomen, wat dan? Ja, dan hadden ze een groot probleem. Want inderdaad, dan hadden ze de Heer Jezus gekruisigd. En dat hebben ze gedaan. Dat weten wij. En dan hadden ze nog een veel groter probleem, want u weet het. Daar kwam die vloek ook over hun, die ze hunzelf verkondigd hadden. En dan klopte alles en men was er dan van overtuigd geweest dat de profetieën volledig in vervulling gegaan waren. En inderdaad, het heil aan een ander volk zou worden gegeven, welke de vruchten daarvan op zou brengen. Lucas 20, vers 9, vers 19. De heidenen krijgen Gods woord. En dat klopt. De heidenen hebben Gods woord ontvangen. Lieve mensen, zo is het. En daar kunnen we niets aan doen. Het is gebeurd. Maar dat wil niet zeggen dat Joden verloren zijn. Want als ze Christus aannemen, zijn ze absoluut niet verloren. Onthoud dat goed, lieve mensen. Hoe bijzonder komt het aardse heiligdom overeen met het hemelse heiligdom? Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen een volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom. Hagion betekent dat, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. Onthoud, pas op voor de NBG en de NBV-vertaling. Voor altijd binnengegaan, NBG en heilige in de NBV-vertaling. Dus wat hebben we? Tot 1844 was de Heer Jezus in het heilige deel. En daarna, 1844, was hij in het heilige der heiligen deel van het hemelse heiligdom. Expliciet nog eens een keer vermeld voor u, want het is belangrijk zoals u weet. En wat is nu gaande? Wat is er nu in de hemel gaande? Er wordt nu over iedere gestorvene recht gesproken door de grote rechter Jezus Christus. En bent u voorbereid voor de rechtszitting? Lieve mensen, bent u echt voorbereid voor die rechtszitting? Want de boeken worden geopend. We zullen het er veel over hebben straks. En er wordt gekeken wie u bent. Wat voor karakter u hebt. Heel veel mensen denken, als ik maar wat van de profetieën nou weet of van de Bijbel af weet. Nee, wie bent u? Hoe liefdevol bent u? Hoe nederig en gehoorzaam? Wat voor karakter hebt u? En nogmaals, is belangrijk natuurlijk, wat weet u van Gods woord? Hoe hebt u zich gedragen? Hoe hebt u dat uitgeleefd? En juist ook op het moment komt, het moment van de zondagswet. Dan komt ook het moment dat de verzegeling plaatsvindt, juist voor Gods oprechte kinderen, in de Laodicea-gemeente. Lieve mens, wees daarbij. Want dan komt de grote luide roep, dan komt de spaderegen, waar ik u ook nog meer over zal vertellen, en dan mogen wij samen met Christus volop aan het werk, op de evangelisatiewerk nog brengen. En dan kunnen we de laatste kinderen van God uit al die kerken die nog in al die kerken zitten nog roepen, om een keuze te maken voor onze geliefde Heer Jezus Christus. Tot zover eerst Openbaringen, het eerste hoofdstuk. En we willen, zoals je weet, ook samen daar weer voor danken. Danken dat we dit mogen weten. Danken dat onze geliefde Heere God, onze geliefde Heer Jezus Christus, met zijn Heilige Geest, ons inzicht wil geven. Mijn verzoek is ook voor u thuis of u samen met mij mee wilt bidden. Lieve, goede, getrouwe God de Vader, het is toch geweldig dat u ons zoveel bekend wilt maken. Door de profetieën en in het bijzonder in uw boek, lieve Heer Jezus, de Openbaring. Waar we zo van kunnen houden, omdat u daar juist hebt uitgelegd wie u bent en wat u van plan bent met deze wereld. En wij mogen dat weten. Wat is dat toch bijzonder? Wilt u daarom met uw Heilige Geest bij ons blijven, dat we meer inzicht mogen en kunnen krijgen? Wilt u ons roepen ook voor de volgende presentaties?
Heren, want we weten ook dat er een strijd gaande is om ons heen, om ons mensen heen. En er is een macht die ons telkens bij u weg wil halen. Kom daarom met kracht over ons, lieve Heer Jezus, met uw heilige engelen. Bescherm ons weer. En zo leggen we ook alles weer voor u neer. Wilt u onze fouten en gebreken ook vergeven, die we ook elke dag weer doen. En dat we daarmee stoppen, de fouten die we hebben begaan. Dat leggen we allemaal voor u neer. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar uit genade en om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam wil. Amen. Lieve mensen, volgende keer gaan we het over Openbaringen 2 hebben. Het wordt steeds moeilijker. Het is ook nadrukkelijk te zeggen voor u, misschien moet u soms eens hoofdstuk 1 even herhalen en dan weer naar hoofdstuk 2. En als we met hoofdstuk 3 bezig zijn, herhaalt u dan eerst weer eens hoofdstuk 2. Want dan komt u beter in die profetie. Ik wil u ook vanaf deze kant weer Gods onmisbare zegen toewensen en Gods liefde toewensen. En graag tot de volgende keer.